Fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Casper Rutte over de vijfde biologische natuurwet van de Germanische heelkunde. Casper, fijn dat je er weer bent. Ja, fijn er te zijn. Ja, we gaan het. Dit is de laatste van de reeks. Hè? We hebben er nu vier gehad. Ja. Dit is de vijfde. Ja. En ik heb hem even doorgelezen wat eronder verstaan wordt. Maar het is, als ik het een beetje begrijp, is het een soort analyse, maar ook een beetje een levensbeschouwelijke wet. Of hoe zeg ik dat goed? Of zit het niet helemaal in de goede richting? Ja, de Germanische is in feite. Wij zijn dat. Ik bedoel, wij zijn biologische wezens. Dat doet niks af aan onze psyche. Het is niet zo dat ons biologisch wezen los staat van onze psyche. Dat wij bezield zijn. Ja, dat zijn de dieren ook. Het wordt vaak onderkend. Hè? We stellen ons vaak boven de dieren. Ja, als hogere wezens. Alleen als je vanuit de biologie gaat kijken, gedragen de dieren zich eigenlijk veel verstandelijker dan wij. Wij hebben ongelooflijk veel conflicten, biologische conflicten. En de dieren hebben ze ook, maar die lossen ze op in korte tijd weer op. Die hebben die ziekenhuizen en al die mooie tralala die wij creëren eigenlijk helemaal niet nodig. Zij doen dat zonder. En ik weet niet of het dan een verworvenheid is van ontwikkeling. Dat je eigenlijk met zoveel kunstgrepen in stand moet houden. Want daar komt het toch op neer. Ja? Mensen hebben toch het idee, als de ziekenhuizen weg zouden vallen, als de medische zorg weg zou vallen, zouden we binnen een paar jaar uitgestorven zijn, want iedereen zou doodgaan. We kunnen niet zonder. Daar komt het toch op neer. Hè? Ja. Dus, maar als je gaat begrijpen, en dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk, want zo zijn we niet opgevoed, maar als je begrijpt dat we gewoon biologische wezens zijn en gelijkwaardig aan de dieren, zouden we op de eerste plaats niet dat met de dieren kunnen doen wat we op dit moment doen, of laten doen, want wij laten het doen. Ja? Mm-hmm. Maar we zouden ook begrijpen dat wij op dezelfde manier gehouden worden als wij onze dieren houden. Ja, in gevangenschap. En dat geeft dan wel een hele andere betrachting op het leven zonder meer. Wij hebben allerlei doelen in het leven, terwijl eigenlijk vanuit de biologie is het doel de voortplanting en de instandhouding van het soort. Ja, maar gevangenschap, dat is dat. Ja, ik kan me voorstellen als je erachter komt als biologisch wezen, dat je in gevangenschap zit, of een soortgelijke gevangenschap, dat ook al impact heeft op je. Ja, op je We zien het aan de dieren die wij, het vee, zo hè, noemen we het dan, wat wij houden. Die kunnen niet zonder, ook niet zonder al die medicamenten, antibiotica en dergelijke. Omdat ze anders zouden sterven. Als ze geen, eigenlijk komt het erop neer in de natuur. Als de kwaliteit van het leven niet meer toereikend, als er geen kwaliteit meer is in het leven, sterft het dier. Ja, en dat zien we dus door aan de dieren die we in gevangenschap houden. We houden ze met antibiotica in het leven, in leven zou je kunnen zeggen. We houden ze, want in de genezingsfase, hè, die tweede fase, daarin sterf je over het algemeen. En zij worden dus in de activiteit gehouden, waarmee ze in feite niet sterven. Nee. Maar als je het biologisch zou laten lopen, zouden ze geen schijn van kans hebben. En bij ons is het iets anders, moet ik zeggen. Bij ons is het psychisch zo gedraaid dat wij het idee hebben dat we vrij zijn. We leven op een vrije bol. We kunnen overheen waar we willen. Maar ook nu wordt wel ontdekt in verschillende richtingen dat we helemaal niet zo vrij zijn. En dat het misschien wel helemaal geen bol is. En dat alle dingen worden momenteel in vragen gesteld. En dat is natuurlijk heel goed. Ja, ik vind het een fascinerende tijd. Ik bedoel, ik leer ook de Germanische kennen. Zonder meer. Mijn wereld was al een beetje op het kop gezet de afgelopen jaren. Maar nu gaat het nog verder. Ja, ja het gaat als het eenmaal op zijn kop staat. En eigenlijk staat de wereld, het is ook gewoon zo letterlijk, de wereld staat op zijn kop. Alles is omgedraaid. Ja? En als jij dan weer rechtop gaat staan, met je hoofd omhoog en niet op je kop staat, dan kijkt iedereen je vreemd aan. Want waarom sta jij met je benen omhoog? Wat doe je daar? Je doet wel een beetje raar. Ja.
Dus, en dat is wel, dat is wel eens ongemakkelijk. Ja, dat ja. moet ik wel toegeven. Ja. Maar wat ik net al zei, primair zijn wij eigenlijk hier om de soort voor te laten bestaan. Dat is biologisch onze taak. En anderzijds zie je in onze samenleving dat wij, ik heb het volgens mij al een keer gezegd, in de live-uitzending, dat wij aan het uitsterven zijn. In ieder geval als soort, als westelijke soort. Het kan zijn dat er andere soorten zijn die weer gefokt worden. En, ja, maar je ziet wel dat er, zoals er met honden of met vee gefokt wordt voor een bepaald ras, dat eigenlijk op dit moment ook plaatsvindt. Maar dan moet er een andere ras verdwijnen. En wij zijn, hè, om als soort voor te bestaan, heb je, ik moet het even uit mijn hoofd doen, 2,2 kind per mens hebben. Of in ieder geval, er moet een zekere, een lichte over, ik zou bijna zeggen overbevruchting, maar overgeboorte zijn, ja. Om de soort in stand te kunnen houden. En wij zitten daar diep onder. Het is niet zo dat wij vergrijzen. Het is dat wij gewoon, je moet het ook weer op zijn kop gezet. Wij, hè, als je de statistiek van de leeftijden hebt, dan heb je veel ouderen boven en weinig jongeren beneden. Maar dat is niet omdat we vergrijzen, het is omdat we aan het uitsterven zijn. Er is niks meer. Wie gaat er zorgen voor de voortplanting? Want als die grote groep ouderen weg is, die zich niet meer kan voortplanten, er moet nog een hele kleine, en die kleine groep is daar niet in geïnteresseerd. Vroeger had men kinderen, nou, het was toch normaal 17, 18, 19. En dan begon men toch te denken over kinderen. Tegenwoordig ligt dat over de 30. En hoeveel moeite mensen dan al moeten doen om überhaupt kinderen nog te kunnen krijgen. Ja. Als je ziet wat er aan abortussen, tienduizenden per jaar afgedreven worden. En aan de andere kant dan weer ziet hoeveel miljarden er bijna gestopt worden om mensen kunstmatig te bevruchten en zich voor te laten planten. Het is, als je het met beide benen op de grond bekijkt, is het de absurditeit van de mens. En ondertussen vinden we dat we dan lichtwezend zijn en ongelooflijk aan het groeien zijn. Het is een boeiende tijd. Ik ben het met je eens. Er is ongelooflijk veel te zien, ongelooflijk veel waar te nemen. Maar het is ook wel een hele triestige tijd, vind ik. Ik vind het echt op alle vlakken een triestige, een hopeloze tijd. Dat maakt het niet minder boeiend. Ik zie nog steeds heel veel potentie. Alleen er moet wel wat gebeuren natuurlijk. Maar goed, dat is even een ander verhaal. De mens heeft ongelooflijke potentie. Alleen, ja, die potentie kan je ook gebruiken vernietigend, zal ik maar zeggen. En dat zie ik momenteel gewoon vanuit de biologie gezien. Hè? Gewoon vanuit de biologische wetmatigheden is het veel meer vernietigend. Ja. Dan opbouwend of groeiend of wat men dan ontwikkelingen noemt. Maar oké. Okay. Ja. Ik wil even naar jouw tekst, want je hebt mij een tekstje gestuurd en dat vond ik wel interessant. Op een gegeven moment zeg jij, als je nu naar het grotere plaatje van de germanische heilkunde bekijkt, dan kun je zien dat om het even wat voor proces er in ons lichaam afspeelt, dat het één vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis begrijpbare biologische zin heeft. Zo moet ik even goed uitspreken. Ja. Dus het heeft een biologische zin. Ja. Dus dat is dus eigenlijk wat de essentie is. Ja, zin, het is zinvol. Dus het is niet nutteloos. Het is niet kwaadaardig of goedaardig, zoals dat dan in de academische geneeskunde ingedeeld wordt. Het is gewoon zinvol, zoals het leven in principe zinvol is. Het is niet zo dat het leven pas zinvol is als ik een goede baan heb, als ik een dikke auto heb, als ik een groot huis heb. Dat maakt het leven niet zinvol. Dat er dus andere dingen zijn, die er eigenlijk altijd al zijn, en die er gewoon zijn, die het leven zinvol maken. En ik denk, in onze soort, de mens, is bijvoorbeeld het samenleven heel zinvol. Niet alleen omdat het bij ons past, omdat het zorgt dat we bijvoorbeeld heel veel scheidingsconflicten niet hoeven te lijden, maar ook omdat we samen alleen gelukkig zijn. Dat kan je in de samenleving zien, dat men denkt alleen maar dat te kunnen doen door veel geld te hebben. Dan kan men gelukkig alleen zijn met geld. Maar we weten ook, geld is niks. Want het is een illusie, het is een geloof.
Maar als we samen zijn, zoals vroeger, nog niet zo heel lang geleden, de grote families waar 3, dan wel 4 generaties samenleefden, daar was men gelukkig. Want daar had men elkaar, daar kon men elkaar ondersteunen. Als er iemand ziek was, dan kon hij ook gewoon ziek zijn. Het was niet nodig om een verzekering te hebben, het was niet nodig om... je was niet afhankelijk van buitenaf, in die zinnen zoals we dat nu op dit moment zijn. Je was gewoon... Natuurlijk ging je om met je buren, natuurlijk ging je om met andere mensen. Dat was niet, waren geen eilandjes. Maar je zou kunnen zeggen, de familie voorop. Ja? Want de familie beschermt mij, de familie voedt mij. Als ik kind ben, geeft de familie mij bescherming, zodat ik veilig op kan voeden, op kan groeien. En als ik oud ben, geeft de familie mij bescherming, zodat ik veilig oud kan worden. Ja? En dat is dus, als je, ja, voor de jongere generaties is dat misschien wat moeilijker te zien, maar voor de oudere generaties is het duidelijk te zien dat dat dus kapot gemaakt is in onze samenleving. Dat is vernietigd. En in de zuidelijke landen, Portugal, Spanje, Italië, heeft dat ook nog het langste stand gehouden. Het ja, is ja, nog steeds wel. Ik heb ook een familie. En daarom zijn dat ook de armste landen. Ja. Ja? Want die families, die hebben hun eigen eten, die hebben hun eigen dieren, die hebben hun eigen verzorging. Die hebben die staat niet nodig. En als de mens de staat niet nodig heeft, dan is de staat arm. Dat is niet het feit dat de mens arm is in die landen. De staat is arm, maar dat interesseert mij niet als mens of de staat arm is of niet. Het gaat erom. Nee, eerst was het de mens en toen kwam de staat, volgens mij. Hè? Dus, ja, dat is de kip en het ei. Hè? Wij leven, vele mensen neem ik aan, leven nog steeds in de illusie dat de staat, wat het ook mogen wezen, er voor ons is. En zoals het varken in de veehouderij er nog steeds van overtuigd is dat de boer er voor hem is. Ja? Maar de beste herder brengt zijn schaapjes uiteindelijk naar de slager. Ik bedoel, je kan als leider het nooit goed doen voor je volk. Want uiteindelijk, je bent in feite handelaar, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, hoe kan een boer het goed doen? Door zijn schapen een natuurlijke dood te laten sterven en dan te begraven en een kruis erop te zetten. Ja. Gaat niet werken, toch? Ja. En wij zijn het product van de samenleving. En natuurlijk, we moeten het een beetje niet al te zichtbaar maken. We moeten het een beetje verstoppen. Wordt bijvoorbeeld achter kanker gedaan. Ja, kanker, daar wordt veel achter verstopt, want met kanker kunnen ze wel alles wegzetten. En ieder die sterft en ze zet op de overlijdingsakte kanker, ja, er is niemand die daar vragen stelt, want ja, dat is dan zo. Ja. Dus, ja. Maar dan hebben we nog steeds de vijfde biologische natuurwet niet echt gehad. Nee, maar dus volg je verhaal. Ga verder. Ja, het is wel, Dr. Haber omschrijft het als de wet van begrip. Van elke zogenaamde ziekte, dus alles wat wij ziekte noemen, als deel van een, vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis, begrijpbaar, zinvol, biologisch speciaal programma, kort afgekort, SBS is dat, noemen we dat dan, een speciaal programma van de natuur. En met de nadruk op vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis begrijpbaar. Mensen verwarren dat vaak met de evolutieleer, daar heeft het niks mee te maken. Het is onze ontwikkelingsgeschiedenis. Vanuit onze ontwikkelingsgeschiedenis zijn onze conflicten begrijpbaar. Waarom we zo reageren. En dat is niet iets wat je even in een dag of in een middagje tot je neemt. Dat je zegt van, ik heb dat wel begrepen. En als ik het nodig heb, dan weet ik wel waar ik het moet zoeken. Het is dus een beetje, je moet het vergelijken met leren zwemmen. Hè? Op jonge leeftijd leren de meesten in Nederland zwemmen. En waarom? Ja, mocht het eens een keer gebeuren dat je in het diepe terechtkomt, dat je jezelf kan redden. Is een hele logisch, ik vind dat logisch. Doe dat. Ja? Maar de kans dat je, het is vergelijkbaar met kanker, of ja. Als ik kanker krijg
En ik ga nou op dat moment eens kijken, goh, wat is dat nou? Of ik denk te weten wat het is. Dan ga ik dat niet redden. Omdat ik dan al in de paniek zit. Ja, hetzelfde als ik in het water geduwd word door iemand en ik kan niet zwemmen. Wat doe ik? Ik raak in paniek. Ik kan niet zwemmen. Nee. Ja? Ik weet niet of ik überhaupt zou proberen om te zwemmen, maar want ik weet dat ik het niet kan. Waarom zou ik het doen? En dat is ook een klein beetje waar wij in onze samenleving tegenaan lopen. Ondertussen is blijkbaar 1 op de 3 krijgt met kanker te maken in zijn leven. En we hebben het nu even over kanker, omdat dat gewoon een beetje de rode vlag in onze samenleving is. Hè? Maar in principe de germanetje geldt voor ook voor het puisje, ook voor het grijs worden, het kaal worden, de doofheid, de diabetes. Kan het je raar opnoemen? Of elke lichamelijk symptoom, hoe klein het ook is, gaat een biologisch conflict aan vooraf. Alleen de ene, dat is een korte conflictmassa, dat wordt snel opgelost. Hè? De verkoudheid bijvoorbeeld. Maar heb ik een verkoudheid die heel lang actief is en pas dan in genezing gaat, dan heb ik een neusslijmvliescarcinoom. Ja. Dus als je nou kijkt naar die ontwikkelingsgeschiedenis, hè, zoals het wordt uitgelegd bij de Germanische, hoort dan ziekte, hoort dat bij de mens of is dat iets wat we nu moeten leren begrijpen? Ziekte is in principe natuurlijk een verkeerd woord. Wij hebben bij ziekte een bepaalde indruk, sowieso iets negatiefs. Ja. En natuurlijk, ziekte ligt een beetje aan de tweede fase van in het Hamerskompas. Dus de koortsontstekingsfase, de warme fase. Maar in de academische is het niet iets negatiefs, het is eigenlijk iets vreugdevols, want ik heb een conflict op kunnen lossen, gelukkig nu. Als ik het morgen oplos, is het nog zwaarder, want dan is er nog meer conflictmassa. Dus het is iets vreugdevols. En de pijn, ja, die is niet fijn, maar het is een teken van de genezing en het heeft een biologische zin, want door die pijn neem ik rust en dat is hetgene wat het lichaam op dat moment nodig heeft. In de natuur kunnen ze niet tegen elkaar zeggen van, oh, je hebt nu pijn, nu moet je even gaan liggen. Je moet even rustig aandoen. Ja? Het dier doet dat gewoon, want wat moet die anders? Ja, die heeft gewoon, dat doet pijn. Als ik lig en ik lig stil, dan doet het minder of geen pijn. Dus dan doe ik dat. Ja. Dan kan je al bedenken hoe slim het beest is. En hoe minder slim, zal ik maar even netjes zeggen, wij dan zijn. Want wij vinden dat de pijn weg moet. Dan kan ik een tabletje nemen of ik moet er gewoon even doorheen. Of ik moet even dit. Precies het tegenovergestelde. Want er hangt allerlei verantwoordelijk. Want ik moet werken, ik moet voor mijn gezin zorgen, mijn baas wordt boos, dit en dat. We hebben honderden redenen waarom we het ene moeten doen en het andere absoluut niet. Ja. En dan, als je dat gaat begrijpen, dan zie je hoe verkeerd eigenlijk onze samenleving in elkaar zit. Het voorbeeld wat ik net gaf van het grote gezin. Als er iemand ziek is, dat zijn zo'n 15, 20 man bij elkaar. En het wordt ook niet groter. We hebben het vaak over overbevolking. Maar in een natuurlijke vorm leven, die groep blijft gewoon 20. Dan is een keer 25, dan is een keer 15. Maar die heeft niet de behoefte om groter te worden, want die willen geen stad worden of een metropool. Of die willen gewoon leven. En de natuur regelt dat, zoals het nu in de natuur ook geregeld wordt. Ja, maar we zijn eigenlijk, we worden wel eens gesproken over de menselijke maat, weet je wel. Dat is misschien een beetje meer een politiek term geworden. Maar die menselijke maat die bestaat natuurlijk al lang niet meer. Maar in die gezinnen was het natuurlijk wel zo van, als we bepaalde grootte hebben, dan kunnen we het aan, dan kunnen we ook voor elkaar zorgen. Nou, je kan, de grootte is, hoe groter het is, hoe groter het stuk land je kan bewerken natuurlijk. Maar bij het oorspronkelijke gezin was niet de productie zoals wij dat kennen het belangrijkste. Het was, we hebben voor onszelf te eten. En dat wat we over hebben, ja, dat brengen we naar de markt. En dan kopen we weer andere dingen voor. Of ruilen. Ja, zoals dat vroeger was. Maar dat is natuurlijk economisch niet boeiend. Dat is voor een staat die eigenlijk gewoon alleen maar iets van ons wil, is dat niet boeiend. Want er gaat wel het verhaal dat vroeger dan de belasting aan de kerk
in graan werd betaald. Of het zo is, je bedoelt, de kerk heeft zelf die boeken geschreven, dus ik kan niet controleren of het zo is of niet. En degene die zijn eigen boeken schrijft, schrijft meestal niet de waarheid. Dus, want anders had hij het niet op hoeven schrijven. Maar daar stonden wij veel dichter bij de natuur dan we nu staan. En daar konden die ziektes die die er nu zijn, konden er op die manier niet zijn. Ik wil niet zeggen dat er geen mensen overleden aan ziektes of dat. Want de kennis van de Germanisch had men niet. We leven natuurlijk al heel lang cultureel, zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk niet in de natuur, maar meer tegen de natuur. Maar oké, het was in ieder geval natuurlijk. En we zien nu een ontwikkeling, ik vind die duidelijk waarneembaar, waarbij het steeds verder van de natuur gaat. En de grote vraag is dat werkelijk zinvol? Worden we daar werkelijk gelukkig mee? En met gelukkig moet je ook nog eens een keer oppassen. We hebben net ook even gesproken over de manisch depressiviteit. Mm-hmm, ja. Ja, wat dus ook een biologisch gegeven is. Wat dus in de grote hersenen, de cortex, de hersenschors van de grote hersenen plaatsvindt in ons seksueel territoriumgebied. Manisch zijn is niet hetzelfde als gelukkig zijn. Nee. Ja, degene die manisch is, dat is de tegenhanger van de depressiviteit, van depressief. Ja, die depressieven die zijn dan ongelukkig. En je hebt de manische, die zijn gelukkig, maar die zijn conflictief, dwangmatig gelukkig. En als ze heel erg gelukkig worden, dan zitten ze in het gekkenhuis. In de psychiatrie, die zijn niet te houden. Die doen gekke dingen, want het is een schizofrene constellatie. En dat is heel wat anders dan gelukkig. Ja. Gelukkig kan je in stilte zijn. In gelukkig kan je met niks zijn. Gelukkig het beste met samen zijn. Ja. Wat ik ook al zei, dat je in onze samenleving wordt vermogen, kapitaal nagestreefd om gelukkig te zijn. En het is een doodlopende straat, want het zelfs, kijk naar de rijkste mensen ter wereld. Kijk naar een Bill Gates, die is misschien wel manisch, maar hij is niet gelukkig. Ik zie geen geluk in zijn gezicht. Ja? En zo zijn er nog meer van die grote op te noemen. Die zijn niet gelukkig. Nee. Nee. Ondanks dat ze zeggen de rijkste mensen ter aarde te zijn. En kijk hier, ik bedoel, kijk hier in Portugal. Daar heeft een oud vrouwtje wat niks heeft. Maar haar tuintje, haar huisje en haar beestjes. En onze buurvrouw die kan nog niet, die kan niet lezen en schrijven. Als die dan haar maiskolven aan het schrapen is, dan zie je de gelukkig, dat straalt, dat zie je de gelukkigste mens ter wereld, zie je daar. Dat is, mm-hmm. die heeft het helemaal naar haar zin. Ja. En dan denk je, ja, kijk, dat is geluk. Dus we zijn op het verkeerde spoor, naar mijn beleving. Vanuit de biologie gezien, zitten we volledig met alles in onze samenleving. Ja. Echt alles. Kijk, ik begrijp heel goed van jouw verhaal dat het dat de werkelijkheid, of in ieder geval de hoe we naar ziekte kijken, dat is echt radicaal anders. Maar als we daar heel snel naar terug willen, hoe het dan volgens de Germanische zou zijn, dat is voor heel veel mensen te ver. Maar, of in ieder geval moeilijk te volgen, moeilijk te realiseren. Maar stel je voor dat we nou, wat is dan wel haalbaar? Stel je voor dat je zegt van, moeten we dan niet gewoon eerst terug naar een soort basis? Of naar simpelheid? Of? Mijn persoonlijke ervaring daarin is, door je te verdiepen in de Germanische, ja, dus zoals we zeggen, dat maakt het tot je hobby. En ga er uiteindelijk naar leven. Ontdek wat is en ontdek wat niet is. Ontdek wat zinvol is en ontdek wat niet zinvol is. Dat dan automatisch. Er zullen ook conflicten automatisch oplossen. Omdat er heel veel conflicten in onze maatschappij hangen aan het geloof dat iets is. En zodra we ontdekken dat wat wij geloven dat is eigenlijk helemaal niet bestaat.
ja, kan het ook dan wel in oplossing gaan, dan wel. Het gaat in activiteit naar, zeg maar, naar nul. Het is nog geen oplossing, maar het is niet meer actief. En dan vallen dan veranderen dingen automatisch. Wij hoeven de wereld buiten ons helemaal niet te veranderen. Want de wereld buiten ons is een gevolg van van de wereld binnen ons. Ja. En als wij gewoon door kennis begrijpen hoe dingen functioneren, dan nemen we gewoon andere beslissingen. Dan nemen we andere besluiten. Er is bijvoorbeeld een mooie uitspraak, ik weet niet meer van wie die is. Een gelukkig mens koopt niet. Dus een gelukkig mens is geen consument. Nee. Ja? Dus als je consumenten wil hebben, moet je ongeluk zaaien. Maar als je de Germanische kent en je hebt geen angst meer voor kanker, je hebt geen angst meer voor microben, je hebt geen angst meer voor erfelijke ziektes, over een auto-immuunziektes, over, nou, ik kan nog een hele rits opnoemen van dingen die gewoon niet bestaan, die gewoon inhoudsloos worden. Dan word je automatisch gelukkiger als je die geloofsdingen kwijtraakt, die in principe alleen maar bedoeld zijn om je te binden, om je vast te houden. Je wordt automatisch gelukkiger en je gaat ongelooflijk veel minder consumeren. En natuurlijk, als ik dat alleen doe, dat vindt het systeem niet erg. Daar liggen ze niet wakker van. De rest houden ze wel aan de praat met internet, televisie en met het hele apparaat wat ze hebben. Mm-hmm. Maar dus je hebt het steeds minder nodig. Ja, dus, maar ik bedoel eigenlijk, ja, ik snap je punt. Maar zou wat is dan een stap die we als samenleving, hè, hoe ver weg die afgedwaald is al van ons. Wat is dan wel een haalbare kaart die denk ik de komende 50 jaar haalbaar is? Heb je daar een idee over? Ja, ik denk, ik heb daar wel een idee over, maar ik denk niet dat het haalbaar is zoals jij dat zo voorstelt. Want dan moet er iemand opstaan die dat gaat organiseren. En in ons systeem kan er alleen maar iemand opstaan, ja, als ik opsta, dus niemand die het ziet. Dus ik kan zeggen, ik sta op en ik ga dat organiseren, dat met 50 jaar in een andere wereld leven. Maar ja, ik sta op en ik kan weer gaan zitten. Niemand die het merkt, niemand die daar zich beweegt. Dus er moet altijd, hè, zoals we dat weten, er moet een groot iemand zijn. Iemand die bekend is, die neergezet is in feite door het systeem. En die gaat het niet doen, want die heeft hier geen interesse bij. Nee, oké, maar dat is dus zoals het ging. Maar ik bedoel, je kunt ook denken aan zelfdestructie. Hè? Het systeem implodeert eigenlijk toch al? Ik bedoel, je ziet alles al een beetje aftakelen. En... Ja, als je er kort met je neus op zit, dan lijkt het alsof het implodeert. Maar wat je ziet is dat hier brokkelt het af. En ondertussen wordt er ergens anders op verschillende plekken alweer iets nieuws opgebouwd voor ons, waar we straks naarheen kunnen verhuizen. Vroeger waren het de volksverhuizingen en nu gebeurt dat gewoon in het internet. Ja, dus dat moet lijken alsof het afbrokkelt. Het moet lijken, het is toneel waar wij medespelers van zijn. Ja? Machtsverschuiving zoals het oude Romeinse Rijk ook overging naar... Het is allemaal geschreven naar mijn beleving, maar daarom beleven we het ook zo, omdat het in de geschiedenisboeken verschillende keren zo geschreven is. Maar het is, als je vanuit de Germanische daarnaar kijkt, ja, dus heel veel van die geloofssysteempjes heb kunnen laten vallen, dan ga je veel meer zien. Want je kijkt niet meer tegen die, je kijkt daar doorheen, omdat het er voor je niet, je kan ze nog wel waarnemen, ik kan wel zien dat ze er zijn, maar ze zijn niet meer van mij. Nee, precies. Het is iets wat er nog steeds in de samenleving is, maar ja, het is niet meer van mij. Ik kan het waarnemen. Ja. En dan je ziet verschillende bewegingen. Ik kan ook niet zeggen waar het heen gaat, want ik heb die andere dingen niet neergezet. Ik heb niet de regie in dit spel. Ja? En natuurlijk, het is al heel lang bekend dat de katholieke kerk zal vallen. En met de katholieke kerk lijkt het hele systeem te vallen, want we weten, alles hangt aan de katholieke kerk. Alle staten zijn onderdanig aan de katholieke kerk. De katholieke kerk is de eerste firma op aarde. En dat mag nu allemaal vallen. Waarom?
Omdat we dat buiten ons niet meer nodig hebben. Het buiten ons is allemaal al in ons gebracht. Via deze psychosen, via deze programmatie. We hebben dat buiten niet meer nodig. Als het buiten valt, gaan wij dat systeem wat wij hadden, vanuit onszelf automatisch weer neerzetten. Dat is de truc die momenteel plaatsvindt. En dat is wel een... En als je dat in ontwikkeling of in tijd ziet, is dat wel iets heel bijzonders natuurlijk. Want voorheen dachten we allemaal dat we dat nodig hadden. En nu komen we dan in een tijd dat we het nog steeds nodig hebben, maar het dan vanuit ons zelf, niet ons werkelijk zelf, niet wie we werkelijk zijn, maar hoe we geprogrammeerd zijn van kinds af aan, gaan wij dat neerzetten op precies dezelfde manier zoals zij dat willen. En zij hebben dan nog meer controle over ons, omdat wij denken dat we het allemaal zelf doen. Ja. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen van ja, we hebben gestreden voor onze vrijheid. We hebben, onze kinderen zijn gestorven in de oorlog voor onze vrijheid. Er is niemand gestorven voor onze vrijheid, want we hebben nooit vrijheid gekend. Jij hebt geen vrijheid gekend, ik ben ondertussen 60. Ik heb ook geen vrijheid gekend. We zijn allemaal in gevangenschap opgegroeid. Alleen in het idee dat we vrij zijn. Maar een idee is nog geen werkelijkheid, snap je? En dat is de beweging die... En dat is gevaarlijk. Ik vind dat gevaarlijk, want men is in de overtuiging dat we ergens heen gaan. En we worden gestuurd vanuit ons onderbewustzijn. En dat toont de biologie ook. Dat we reageren. In feite, ons onderbewustzijn regeert ons. En wij willen niet weten, wij willen in de overtuiging blijven dat wij het toch echt zelf doen met ons verstand. Waar wij mee hoe de mensen staan. Maar we worden 100% gestuurd door onze conflicten, door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn is veel sneller, reageert veel sneller dan ons denken. Ons denken is altijd een gevolg van dat wat in ons onderbewustzijn gebeurt. Alleen, daar zijn wij vanaf. Mede door bepaalde stromingen, dat wij daar in ontwikkeling zijn. Kasper, ik wil even met jou naar iets anders toe nog. Spiritualiteit. Spiritualiteit. Ja. Ja, nou, ik denk dat ik dat al aardig aangehaald heb. Misschien kom je er daarom zo op. De spiritualiteit die wij in onze samenleving zien. En dan heb ik het vooral over de groepen die zich daarmee bezighouden. Want daar kan je gewoon een hele mooie algemene delen zien. Is vanuit de biologie gezien gewoon de psychose. Dus een schizofrene, manisch-depressieve constellatie in de grote hersenen. En deze mensen hebben over het algemeen hier een inslag en hier een inslag. Het zit ook helemaal buitenop. In het, of meer hier zit het zo. In het strottenhoofdrelais, dus het relais in de hersenen wat het strothoofd stuurt, en aan de andere kant zit een relais en dat stuurt de bronchie. Het orgaangebeuren is niet zo belangrijk, want in de actieve fase merk je dat niet. Maar deze, als je aan beide zijden dus die constellatie hebt, een constellatie is altijd een verhouding van twee, hoe ze ten opzichte van elkaar staan, net zoals in de astrologie. Deze constellatie noemen wij de zweefconstellatie. En mensen die in deze constellatie zijn, die zweven weg over hun probleem. Over hun werkelijke aardse problemen. Ja, ze hebben deze conflicten geleden, zoals elk territoriumconflict of seksueel conflict, hoog acuut dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet. Ja, ze waren op dat moment niet in staat om het conflict op te lossen, want het is nog steeds actief. En als je de tweede territoriumconflict hebt in dat gebied, dat is voor de natuur zo graverend, dat is voor de natuur zoiets van, je hebt één zwaar conflict geleden, dat kreeg je niet opgelost, je hebt nu de tweede geleden, die krijg je ook niet opgelost, we zetten je op ijs, en we wachten op betere tijden. Ja. En het op ijs zetten, de bovenzin dus van deze twee actieve haarden. De bovenzin in deze constellatie is dus om over je probleem weg te zweven. Gewoon van, ach,
Ach, het maakt allemaal niks uit. Ach, er komt wel een betere tijd. Dat is het op de komst. Er komen wel betere tijden. Of we gaan, ja, dat aardse, dat raakt mij niet meer zo. Maar ondertussen... Is het niet escapisme gewoon? Oh, wat is dat? Escape, wegwezen, hier. Escapisme, ik denk, nou kom... Ja, maar elke territoriumconstellatie heeft deze zin. Alleen deze constellatie doet het over de zweefconstellatie. Die praten met engelen, de hele religie is in principe op de zweefconstellatie gebouwd. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de bioagressieve constellatie. Ja, om even een vergelijk te geven. Dat is rectum en magrele. Ja, oké, okay, maar wacht even, want je gaat wel heel snel nu. Even om een vergelijk te geven, hoe de natuur noodsituaties oplost. Want de bioagressieve doet het gewoon met agressie, die slaat gewoon van zich af. Ja, en zo hebben we ook de autistische constellatie, de autist kent iedereen, tenminste het gegeven. En de autist doet dat door zich af te sluiten. Ja. Natuurlijk allerlei oplossingen voor noodsituaties gecreëerd. Of ja, voorgeprogrammeerd. Dat was er al voordat wij mensen er waren, bij wijze van spreken. Want de dieren hadden dat ook al. Ja. Maar je hebt wel eerder in een uitzending gezegd dat het telepathische vermogens, dat wel iets is. Hè? Dat het, ja. Dr. Hamer heeft ook het telepathisch venster in de hersenen gevonden. En daarmee kunnen we dus communiceren met elkaar. Ja, dat klopt. Maar ook met de dieren uiteraard, hè? Want die hebben dat ook. En er zijn ook zat mensen die dat heel goed kunnen. Maar het is altijd weer de vraag, is het conflictief of is het gewoon vrij? Is het venster vrij? Ja. Of gebeurt, want als je bijvoorbeeld stemmen hoort, is het conflictief? Want ik kies daar niet voor om stemmen te horen. Maar als ik met jou verbinding kan maken, jij hebt je telepathisch venster vrij en ik heb het vrij en wij maken verbinding en wij communiceren, dan is het letterlijk vrij. Maar als ik allerlei indrukken van jou binnenkrijg die ik helemaal niet wil hebben, dan is het niet vrij, dan is het weer conflictief. Dat is heel erg interessant. En daarmee... Ja, spiritualiteit, hè? Daar hadden we het over. Mm-hmm. Ik denk dat dat in de natuur onderschat wordt. Ik denk dat er heel veel spiritualiteit... Als ik alleen al onze kat observeer... hoe die reageert, wat of die doet, waar of die mee bezig is. Ik heb niet het idee dat dat nou alleen maar... zoals wij ons dat voorstellen, mechanisch zich in leven houden en zich voortplanten. En dat is het dan. Die heeft lol, die kan boos kijken. Die kunnen hetzelfde als wij, alleen zij doen het veel minder conflictief. Ja. Daar zie je nog veel meer de natuurlijke reactie dan iemand die, als je daar één verkeerd woord zegt, uitflipt en begint te schelden en begint te slaan. Dan denk je, wat heb ik gedaan? Ja, ik heb hem op een conflict getrapt. Ik heb een conflict bij hem actief gemaakt, waardoor hij dus conflictief reageert. Kan ik niks aan doen. Ik heb gewoon het verkeerde woord gebruikt. Ja, maar bij dieren, ik wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren, maar is dat gewoon veel minder. Ja. Als we minder conflicten zouden hebben en minder bijvoorbeeld in het hele zweefgebeuren zouden zitten, of in die bioagressieve, of in de Casanova, of in de nymphomane, of wat dan ook. Dat we, als we met onze voeten op de grond zouden zijn, dat we veel spiritueler zouden zijn, dan wat we nu zijn. Want wat we nu zijn, is eigenlijk een overlevingsmechanisme. En ik geloof niet dat het de bedoeling is dat spiritualiteit uit een overlevingsmechanisme, uit een vlucht, wat je zegt, een escape moet komen. Als dat het is... Dan klopt het niet. Nee. Ik wilde laatst iemand zeggen, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Die zei van, er is niks zo spiritueels als een boer die zijn land bewerkt. Ja, ik vind dat inderdaad een hele mooie uitspraak. Hoe je dingen ziet groeien. Hoe ontstaat het leven? Wat is leven? We hebben geen flauw idee. Ja. Echt. Wat is het verschil tussen een dode materie
en iets levens. Hoe wordt iets levens? We hebben nog nooit een dode materie tot leven kunnen wekken. Zo goed zijn we. Ja. Dat lukt niet. En als we daar onze spiritualiteit, want spiritualiteit is ook een stuk nieuwsgierigheid en een stuk onderzoek. Lust. Ja. En dat zie ik bij mijn kat. Veel meer, die is aan het onderzoeken, die is aan het kijken, links, rechts, nog eens omdraaien en die wil weten wat er daar is. Ja. En heel veel mensen zijn daar helemaal niet meer mee bezig. Dan is van hoeveel geld heb ik in de beurs, hoeveel heb ik op de bank staan, wanneer kan ik op vakantie. Nou, allemaal dat stramien denken. En dat moet ergens dan geluk brengen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen het niet wagen om het überhaupt te willen bekijken. Want je zou er diep depressief van kunnen worden, bij wijze van spreken. Want het is niet zo rooskleurig, moet ik zeggen, als het ons wordt voorgeschilderd. Nee. Dus, Kees hier ook de biologische wetmatigheden. Wacht even hoor. De biologische wetmatigheden zijn de wil van de schepping. Moeder, ja. Natuur wil het zo. Wil het zo, ja. Ja, dus bij de biologische wetmatigheden is het gewoon even iets lastiger, omdat het in het levende is. Ja? Maar als we dat de vergelijk nemen met de zwaartekracht bijvoorbeeld, hè? Iedereen kan de zwaartekracht waarnemen, toch? Sommigen ontkennen hem wel, die zeggen dat ze kunnen vliegen, maar als ik dan vraag, nou ja, vlieg eens een blokje, dan lukt dat niet. Nee. Ja? Dus ja... Maar ieder kan de zwaartekracht waarnemen. Maar we weten bijvoorbeeld helemaal niet de natuurlijke zin van zwaartekracht. Weet jij de natuurlijke zin? Wat is het doel van de zwaartekracht? Wat is de zin? Nou, dat we hier kunnen zijn, toch? Zou je zeggen. Ja, maar dat is geen zin. Ja, als de zwaartekracht er niet was geweest, dan had alles gezweefd. Of... Ja, dat is de realiteit waar we in zitten. Je moet kijk, als die vaststaat, dan kunnen wij toch... Het is praktisch voor ons. Dat zonder meer. Ik bedoel, als we geen zwaartekracht zouden hebben, zou werkelijk alles rondslingeren. Dus het is praktisch. Maar daarmee is het nog niet zinvol. Dat is een verschil. Ja. Wij gebruiken het. Maar ik zou niet weten wat de zin is van de zwaartekracht. Behalve dan dat dingen blijven liggen. Dat is vanuit de natuur niet bedoeld. Er is niet volgens mij vanuit de natuur een zwaartekracht gecreëerd. Van, ja, dat is wel makkelijk, want als er geen zwaartekracht is, dan valt het naar boven. Of... Nee. En dat kan je dan weer spiegelen op de biologische natuurwetten. Die eerste vier biologische natuurwetten, dat zijn wetmatigheden. Die kan men controleren, zoals de zwaartekracht, alleen in het levende. Maar de vijfde biologische natuurwet, die geeft aan het geheel ook een zin. Waarom gebeurt dit? Om te kunnen overleven, om bepaalde conflict situaties in ons leven te kunnen meesteren. Het is een mechanisme wat een zin heeft, zoals de zwangerschap bij de vrouw een zin heeft. Als ik de zwangerschap zou volgen, dan vanaf het begin, ik zie een vruchtje ontstaan, ik zie dat groeien, dat is hartstikke boeiend. Maar op het moment dat dat begint, kan de vraag bij me komen, ja, wat is de zin hiervan? Waarom groeit hier iets? Als het een oncoloog is die iets ziet groeien, die zegt, ah, kanker. Ja? Want... Het is gewoon een celdeling, een hele snelle celdeling. Je zou het als een kanker kunnen diagnosticeren. Maar we laten het groeien. We laten het gewoon groeien. De oncoloog mag er niks mee te maken hebben. Dat is een andere afdeling. We laten het groeien. En wanneer komen we erachter wat voor zin dit nou heeft? Wanneer we erachter komen? Ja. Nou ja, het moet toch eerst nog gebaard worden? Ja, bij de geboorte komen we erachter. Ach, verdorie, er komt een kindje uit. Ja. Ja, en die groeit. En dat is ja zo. Dus als we het niet laten lopen, niet laten komen tot een geboorte, zullen we dus ook nooit ontdekken wat de biologische zin van dit proces is. En dat is, kan je eigenlijk een beetje vergelijken met kanker, hè? Kanker, zodra er iets is, moet het weggehaald worden. Want... Er zijn artsen die zeggen, ja, wij kunnen de Germanische niet controleren.
Want dan moeten we de kanker laten groeien. En dat is onmenselijk. Mm. Want dan bedreigen we het leven van een mens. We moeten dus het leven van een mens op spel zetten. Om dan die kanker te laten groeien. Om te kijken wat er gebeurt. Dus nee, dat is niet esthetisch. Dat mogen we niet. Nee. Maar het is natuurlijk kul. Want er zijn ongelooflijk veel voorbeelden waarbij de kanker gegroeid is. Dan al als het de genezingsfase is, dan groeit het niet, dan zwelt het. En er is dan nog wel een celdeling in bepaalde gevallen. Maar het is natuurlijk als de paus waarbij je zegt van ja, ik kan bewijzen dat Jezus niet bestaat. Nee, dat kunnen we niet doen. Die test gaan wij niet doen. Want ja, nee. Stel je voor, hij gaat dood. Of stel je voor, nou, een of ander verhaal komt daaruit waarvan je zegt, ja, hallo, waar gaat het hier om? Waar gaat het om? De religie moet in stand gehouden worden. Daar gaat het om. En ja, nogmaals, en dat zijn net zoals ik net met de zwangerschap dan, dat klinkt misschien een beetje ludiek. Maar je moet gewoon bedenken, een mens die dat proces nog nooit gezien heeft en dat voor het eerst dit proces ziet, die weet niet wat of daar gebeurt, die is benieuwd. Of hij is bang. De gynaecologen, oncologen geweest zijn, dan hadden ze dus alle vruchten geaborteerd, want ja, dat is een kanker. En een zouden we al uitgestorven zijn, want er zouden geen aankomelingen meer komen. Dus gelukkig werken die op een andere afdeling. Wel mazzel eigenlijk, of niet dan? Ja, ze hebben dat best wel goed ingedeeld. Op een hele andere afdeling. Zelfs in barhotels. Ze zijn werkelijk bang dat die oncologen eens een keer op zo'n afdeling komen. En zeggen, hey, pas op, zo'n kanker. Jongen. Casper, we zitten op het eind. Ja. Ik vond het ontzettend leerzaam. Ik heb er heel veel van opgestoken. En ik hoop de luisteraars ook van deze vijfde wet. Ja, ik hoop ook dat het voor de luisteraars in zoverre duidelijk is. Dat het niet alleen maar vijf podcastjes kijken is. En dan begrijp je wel over het werk. Dat er best wel een studie achter zit. Een stuk praktijk ook, net zoals bij het zwemmen. Ik kan niet uit een boekje zwemmen leren. Ik moet ook de praktijk in. Ik moet ook ervaren dat het klopt. Ik moet ook ervaren dat ik mijn hoofd boven water kan houden. In hoeverre ik mijn hoofd boven water kan houden. En wat daar nog allemaal achter zit. Want ja, er zit gewoon een hele wereld achter die te ontdekken valt. En ik hoop dat ik mensen gewoon nieuwsgierig kan maken en uit kan nodigen om zich daarin te gaan verdiepen. Want wat jij ook zegt, hoe kunnen we dit veranderen? In mijn beleving, nogmaals, de verandering begint bij ons. Ja? En niet door anders te handelen, maar door de juiste informatie tot ons te nemen, waarmee de informatie die niet juist is, uit ons kan. En dan gaan we anders leven. En dan, daar hoeven we daar niet voor op de barricades. Of hooguit dat we ons een keer moeten verdedigen, maar dat is niet meer dan natuurlijk. Ja. Maar De verandering begint bij ons. En ik merk ook dat bij ons op het forum, we hebben zo'n Telegram forum, mensen die zijn nog niet eens zo lang bezig, maar daar klikt het. En die hebben zoiets van, ja, wat moet ik nu nog? En nu komen we niet met wat anders aan, want dit wil ik weten. En als er dan verwezen wordt, ja, maar daar staat ook wat interessants. Ja, maar dat gaat hier niet over. En ik wil eerst dit kennen. En als ik dit ken, dan kan je naar die andere kijken, maar het is niet meer interessant. Want dit verklaart alles. Ook al het andere. En dat, ja, kan ik alleen maar aanmoedigen. Mooi gezegd. We sluiten hem af, Casper. Ja, ik vond het heel fijn zo met je deze podcast te doen. Ja. En ik hoop dat er veel reacties op komen. Ik hoop het ook. Laten de mensen vooral ook naar je website gaan. Kun je er nog één keer website noemen? En ze kunnen ook gewoon een e-mail sturen dan. Er zit ook een contactformulier op. Of via ons Telegram kanaal. We hebben zowel een kanaal als een groep. Met het kanaal word je uiteraard geïnformeerd. In de groep kan je dan ook de chats volgen. We hebben veel cases behandelen we daarin. Mensen met hun problemen zeggen, ik heb dit, een jeuk daar en een bultje daar en pijn daar, wat is dat, wat is de conflictinhoud,
En het is echt praktijk. Het zit er veel theorie aan, omdat we veel om moeten denken. Maar uiteindelijk is het 100% praktijk. Het is echt geen... het is geen zweef geneeskunde, zou ik maar zeggen. Precies. Dus. Kasper, dank voor je tijd. En wellicht tot de volgende keer. Ja, en graag tot de volgende keer. All right. Bye-bye. Hoi.